In de zomer hebben jullie weinig spelers gehaald. Nu halen jullie weinig spelers. Is dat dat jullie heel veel vertrouwen in de jeugdopleiding hebben? Of is er gewoon simpelweg geen geld om die aankopen te doen die Ajax en PSV wel doen? Dat is beide. Beide. We hebben afgelopen zomer hebben wij voor 8, 9 miljoen verkocht en voor 2 miljoen gekocht. Nou, dat is de situatie van Feyenoord. Dat is eigenlijk nooit anders geweest de afgelopen jaren. Altijd veel meer verkocht dan gekocht, omdat de club gezond moest worden, omdat de club financieel stappen moest maken, omdat we Nieuw Varkenoord willen realiseren, omdat we 1908 hebben gerealiseerd. En nou, dat soort zaken, daar is Feyenoord de afgelopen jaren mee bezig geweest. En dat is de situatie. Nou, en daarnaast is inderdaad een hele belangrijke levensader van Feyenoord is de academie, waarin we heel veel in investeren, in mankracht, maar ook financiële middelen. Ja, en dat is ook het beleid om de jongens de kans te geven om door te breken. Maar dit is eigenlijk van twee. Het is één, we hebben de mogelijkheden niet. Maar twee, we willen dat ook graag. Hè. Eigen opgeleide jongens, die kennen de speelsituatie. Die zijn trots om voor Feyenoord te spelen. De achterban vindt het hartstikke leuk als spelers van Varkenoord komen. Ja, dat is de uitdaging om er zoveel als mogelijk door te laten stromen. Die het niveau hebben om ook mee te strijden in de top van Nederland. Ja, en dat is een continu proces wat hartstikke veel tijd, energie vergt en concentratie. En daar zijn we mee bezig, Sinclair. Maar dat is alle twee waar. En wat mooi is dat er heel veel spelers in die selectie zitten die bij Feyenoord zijn opgeleid. Maar het is toch moeilijk te doorgronden waar nu hun plafond ligt. Neem een Dylan Vente. Je ziet dat hij wat kan, maar speelt weinig. Waardoor het allemaal heel moeilijk te meten is. Is het voor de jongens, misschien Geertruida, dan niet verstandiger om eerst nog die stappen te maken? Zoals bijvoorbeeld een Lammers bij een Heerenveen. Via een tussenclub in de Eredivisie minuten te maken. Ja, dat kan. Dat kan. We proberen altijd... We proberen altijd maatwerk te creëren voor jongens. Hè. Dat zijn jongens die rechtstreeks doorstromen naar de eerste selectie. Dat zijn jongens die via de belofte doorstromen. Dat zijn jongens die via een verhuursituatie uiteindelijk terugkomen naar Feyenoord. Zo probeer je altijd daar naar te kijken. En als je dan de afgelopen periode ziet, Sinclair, dat er 6 zelf opgeleide spelers in de basis staan. En afgelopen wedstrijden komen er af en toe komen er af met 8 zelf opgeleide. Ja, dan kun je toch moeilijk zeggen dat Feyenoord dat niet goed doet op dit moment. Hè? Ze stromen door. En dat is uiteindelijk is waar het om gaat. En we proberen nogmaals daar maatwerk op los te laten. Wanneer ben jij na dit seizoen tevreden? Als de beker gewonnen wordt, is het seizoen dan toch relatief geslaagd in je optiek? Ik ben nooit tevreden. Ja, toen we kampioen werden na 18 jaar, toen was ik tevreden. En toen had ik ook een bepaalde trots. Als je wetende waar je vandaan komt en hoe je dat met elkaar als team hebt kunnen bewerkstelligen. Dat is eerst financieel gezond worden en dan ook nog prijzen daaraan vastkoppelen. Ja, dan ben je op een bepaalde manier even trots. En dat was heel even, want als directielid ben je een week daarna heb je alweer de zorgen van hoe ga je dat continueren. Dus dat was even. En daarna ben je eigenlijk als professional en als je in de top wil werken ben je eigenlijk nooit tevreden. Tot slot zijn er nog spelers met wie je hier in Marbella hebt gezeten om contracten te verlengen. Bijna alles ligt wel vast, ja. Maar toch? Ja, nee, ik ga dat hier niet doen. Maar ik ben heel veel in contact met de jongens. Dat vind ik ook prettig om deze week er altijd bij te zijn. Om heel kort bij de staf te zijn en bij de spelers te zijn. Om heel informeel ook met elkaar in contact te komen. Dus hier en daar is dat wel. Maar we gaan hier niet over contractbesprekingen doen. Want zoals je weet worden ze allemaal bijgestaan door hun zaakwaarnemers. Maar het is goed om over het voetbal te hebben. Om over de toekomst te hebben als voetballer bij Feyenoord. Om een bepaalde lijn uit te stippelen. Maar het zakelijke komt er dan straks wel weer bij. Dus in het voorjaar zullen wij wel weer met een heel aantal spelers gaan zitten. We hebben al aangekondigd dat Wouter Burger gaat verlengen. Nou, heel belangrijk voor Feyenoord. Zo zijn we nog met een aantal andere spelers bezig. Ja, die moeten zien dat het pad er ligt voor Feyenoord. We zijn op dit moment met 29 spelers hier, waarvan 15 zelf opgeleid zijn. Waarvan er een heel aantal vanmiddag ook weer tegen Borussia Dortmund gaan spelen. Nou ja, dat moet hun vertrouwen geven van dat is het beleid van Feyenoord. We kunnen hier doorgroeien. Ja, en dat is de grote troef die wij daar in handen hebben. En dat probeer je uit te spelen. En dus we zullen de komende maanden ook daar weer mee bezig zijn.